Goedemorgen, het is 31 december, laatste dag van 2015. Jee, heb je er zin in? Ik ga zo gewoon mijn dingetjes doen en probeer een dagje te vloggen. Ik heb niet zo'n goede nacht gehad, gaat ook niet zo goed, maar daar wil ik het verder nu niet over hebben. Ik ga lekker mijn dingetjes doen en we vloggen de hele dag wel door. En dan ben ik klaar om boodschappen te doen. Ik heb lipgloss op. Van Catrice. Hoe man? Ik heb weer een tik. Lama. Rond en Nio. We gaan even de auto leeg halen zodat ik daarmee weg kan. Met Caddy. Mijn oor slaat dicht. Kut, sorry. Oh. Excuse me. Als mijn oor dicht staat, is mijn kalium aan het zakken. Not nice. Dus ik moet even... zo, kalium hier genomen. Dus ik moet even wachten tot ze klaar zijn. Wachten. Even Hoogvliet, Visboer en de Hema. Want ik wil even gauw wat voor mijn agendatje kopen. Ja, klaar. Vloggen! Goedemorgen, Nio. Ja, jammer niet. Ik ben chagrijnig. Oh, is chagrijnig. Je rot lekker op dan? Nee. Oh. Ik moet zo boodschappen doen. Ja. Nou ja, het is niet zo. Gisteren het lekkers van gehad. Een deodorant van Rituals. Lekker verwend, hè? Yay. Laat de ketting zien. Ze hebben naamketting gehad. Ik heb naamkettingen van de meiden om mijn nek gehouden. Die wil ik heel graag hebben. Gaat niet gebeuren, hè? Dus ik heb met de kerst een cadeautje voor ze gekocht. En dan een naamkettingje voor ze gemaakt. Okay, en ik had het gelijk al goed geraden. Ja, ze had het weer geraden. Waar is die? Cute! Oh, wat? Ik heb hem omskop. Ja, oké. Okay. Leuk, hè? Ja. Dus... Hè? Het ziet er niet uit. Nee, ziet er niet uit, nee. Maar vanavond wel. Vanavond gaan ik en Rachel gaan we samen als tweeling gaan we in een lepanty en in een rokje. Ja. Omdat dan natuurlijk, het is nu ook al oud niet natuurlijk, maar s'avonds is het veel leuker. Ja. Ja. Kijk niet meer gewoon lief. Ik had vroeger. Je bent Mongolisch. Ik ben Mongolisch. Dat zegt mijn dochter, lieve. Ja. Gaan we? Ja, ik zit je vader te wachten. Hè? Hè? Oké, okay, we gaan. Nu ben ik weer thuis van de boodschappen. Met de zon in mijn bek. Lekker. Even zitten, want ik voel me niet zo lekker. Dus. Het ziet niet echt goed, hè? Zo dan. Ik heb eventjes een nieuwe agendavulling gekocht van mijn Filofax. Ik heb 3 Filofaxen. De Pocket, de Personal en de A5. En ik ga nu weer terug naar mijn Pocket formaat. Ja, een kleintje. Dat zat makkelijker voor in mijn tas. Dus die ga ik zo een beetje invullen. Ron zit onder de douche nu. En als die klaar is gaan we even naar Scheveningen, even naar de stapel kijken. Stapeltje nummer 1. Ik kan nog niet zo goed zien. Maar we rijden zo wel langs. En bij stapeltje 2, waar we niet dichterbij kunnen komen. Dat is Duindorp. En die andere was Scheveningen. Even staan, zaken moeten zo geregeld zijn
Ik zit weer even in de auto. Echt last van die zon, jongen. Ron en Nio zijn er vuurwerk bij halen. De Rijswijkse vuurwerkhallen. Ik was ook even mee naar binnen gegaan, maar bam, mijn pootjes begeven het. Dat zei ik ook, ik heb een slechte dag vandaag. Niet best. Maar goed. Scheveningen was even leuk. Koud, dus ik moest in de auto blijven zitten. En als we nu zo klaar zijn, gaan we lekker naar huis, gaan we lunchen. Weer een heerlijke vis schoten van de visboer. Dus dat ga ik lekker eten. En dan ga ik bijtanken voor vanavond. Want ik wil niet zoals vorig jaar gewoon weer om 7:30 op mijn nest liggen. Ik heb werkelijk waar, geloof me of niet, sneaky een fles rosé gekocht. Samen met Nio. Die ligt ergens gestopt in de ijskast. En dan ga ik vanavond lekker een slokje van nemen. Ja, dat ga ik gewoon doen. Ja, dus ik heb er wel zin in. Ik hoop gewoon dat mijn lichaam het even toelaat vanavond om gewoon even te genieten. Dus ik hoop vanavond vanmiddag ook nog even een uurtje plat te kunnen. Maar dat zal wel niet, want dan gaan ze afsteken in de straat en ligt de starter in mijn bed. En mijn oor is dicht. Oh, het is echt een nationale klaagdag vandaag. Yay. Dus, ja, en Rachel die loopt buiten, ergens thuis met vriendjes en vriendinnetjes. Dus we zijn opgesplitst als gezin. Maar ja, dat ga je krijgen, ze worden ouder, ze willen niet meer mee. Ja, maar ja, goed. Dat was ik vroeger ook. Dus, ja. En ik wilde eigenlijk nog een eindejaarsvlogje maken. Met alle hoogtepunten en dieptepunten van afgelopen jaar. Maar weet je, die heb ik niet. Dus wat heeft voor zin, weet je wel? De ene keer ging het goed, de andere keer ging het niet goed. Ja, zoiets van, ja, kak. Laat maar. Jullie weten zelf ook wel hoe ons leventje er nu een beetje uitziet. Via het blogs en via de vlogs. En ja. Dus ja, om daar nou een heel overzicht voor te gaan maken, nee. Ik denk, ik ga wel lekker proberen veel te vloggen vandaag. En dan moet het goed komen, toch? En jullie vinden mijn vlogs leuk, hoor ik en lees ik. En dat vind ik echt super gaaf om te lezen en te horen, echt waar. Dan weet je in ieder geval waarvoor je het doet. En mensen vinden Rachel heel leuk. En ja, nogmaals, Ron en Nio zijn gewoon niet van de foto's en van de filmpjes. Dus die zie je nooit zo vaak in beeld. En ik weet niet of dat in 2016 ook zo blijft. Want ja, kak. Je bent een gezin en hoor je me op de vlog. Oké, maar ik ga het even appen. Dat ze op moet schieten, want ik ben zat. Het wacht in de auto. Lunchen. Ik ben al bezig met mijn lunch. Ondertussen zijn Ron en Rachel eventjes naar de kruidvat. Ik eet even door, ja. Lekker, man. Ja, die schaal is leeg, ja. Doen we gewoon. Hoe heet dat? Maar als ze en Ron zijn even naar het winkelcentrum, even naar het kruidvat. Met alles een wasmiddel en wastabletten en zo. En nou, dat krijg ik allemaal niet mee, dus dat halen we maar. Ik had echt geen zin meer om weg te gaan. Koud, man. Ze gaat even opwarmen en even wasje aanzetten, want dat gaat dan wel gewoon door. En eten. Toch gegeten hoor, het is best wel laat al. 2 uur. Eet nooit zo laat, maar ja. Komt goed. Nou, het eten makkelijk, pizza's voor hun. En ik maak spaghetti aglioli met garnalen. Visjunk. Zo lekker. Kindjes lekker vuurwerk aan het afsteken. Ron is ook ergens buiten, maar ik weet alleen niet waar. Ook daar. En Ron. Gezellig. Dus ga ik opruimen. Het is hier werkelijk een teringbende, als ik het even zo moet zeggen. Kijk, mijn hele gang zit vol. Oh, ik kan daar niet tegen.
Kalium is gisteren gebracht. Dus we kunnen weer vooruit. Ja, ik ga het opruimen. En daarna ga ik even lekker een magannetje pennen. Daar heb ik zin in. Ik voel me iets beter, gelukkig. Iets. Het is niet veel, maar het komt goed. Daar ben ik weer en het is 31 december. We staan al buiten vuurwerk af te steken, dus mijn vader. Ik ben ook naar buiten geweest, net. Echt, hè? Ja, pff, 4 seconden. Nee, zeker 5 minuten. Ik vond het onwijs leuk weer, maar mijn benen zijn te koud. Dus ik moet dadelijk even 2 of 3 leggings aantrekken. En dan gaat het wel. Nou, als je iets van 6 sokken of zoiets aantrekt, dan gaat het. Nou, mijn voeten vallen alleen maar mijn benen. Kijk wat mama aan het doen. Dat is de agenda challenge. Ik ben even mijn foto's aan het inplakken, mijn agenda weer. Mama. Dus eigenlijk heb ik er heel veel zin in vandaag. En mama die gaat wel vanavond ook wel gewoon naar buiten. Maar er wordt ook vanavond natuurlijk afgestoken natuurlijk. Dat is wel leuk. We gaan weer aftijden. Oh kijk, kun je nou als ik een film maakt op buiten. Oh ja, wat? Ja, verder. Die hebben we dus echt stiekem gekocht, hè? Ik en Nio. Oh, als die gewoon naar achter komt. Dan heb ik een huis vol bonje. Kak. Oké, okay. Ga verder. Ben ik weer en ik ga... Ja, zo. Oké, ik ben in mijn kamer en ik ga heel even met mijn klei. Want ik ben hier van de vuurwerk natuurlijk. Dat hebben jullie nou wel door. Anders ben ik gewoon buiten en dan sta ik gewoon de hele tijd af te steken. Maar nee, ik wil niet. Dus ja. We gaan het eten. Wok gaan halen. Spaghetti koken. Fun, fun. En genieten van het vuurwerk. Mannetje. Leuk. We gaan eten. Spaghetti aglioli met garnalen. En als je eet, pizzatjes. Ik probeer me dus serieus aan te kleden om wat warmers aan te trekken, maar ik heb niks. Oh hoor. Te laat. Dus zei ik, probeer me warm aan te kleden. Na 3 truien aan, maar ik weet alleen niet wat ik met mijn benen moet doen. Dat zo. Of denk dat ik me iets van een panty aantrek of zo. Nou, ga ik dat wel doen. Hoe laat is het? 9:15. Het is 9:15. Ik zit met man Lief op de bank, met dochter Lief en vriendje Jopie, buurjongetje Jopie. Ik zeg, ik moet nog vloggen, maar ik heb geen zin. Ja, we gaan vloggen dan. Het is bij deze. Nou zitten ze wel aan te kijken. Zo van die is gek, die zit aan de telefoon te lullen. Het is lekker druk buiten hier. Af en toe flinke knallen. Maar jij gaat niet naar buiten? Ik ga wel naar buiten. Maar ik moet nog even de krachten moeten en de capaciteit zien te vinden om nog een extra trainingsbroek aan te trekken. Maar dat doen we dadelijk wel. Dus. We zitten voorlopig nog op de bank. Thank you.
Nou, dat kan ik niet zien. Zo, het is 23 uur 27. Nog een half uur. En ja, ik zit nog steeds beneden. Vraag niet hoe, maar... Kindjes zijn lekker aan het knutselen aan tafel. Niootjes aan het feesten buiten. En Roon loopt heen en weer binnen, buiten, binnen, buiten. Ik ga de vlog afsluiten. Ik heb het de hele dag volgehouden. Tot zelf. Ik ben nog niet buiten geweest. Ik durf niet. Het is in een en al misgegaan hier vanavond in de straat. En dat was een beetje beangstigend, ook voor de kinderen. Dus, maar goed. Wij gaan dadelijk om 11:50 onze traditiegetrouwe vuurpijlen afsteken. Vuurpijl voor mijn moeder, vuurpijl voor de ouders van Roon, vuurpijl voor mijn oom. Onze dierbaren, zeg maar. Dat doen we elk jaar. En dan moet ik even naar buiten. Want het is echt even mijn mama moment. Sorry. Als jullie deze vlog zien, is het al 2016. Dus ik zeg Happy New Year aan mijn trouwe lezertjes en volgers. En ik hoop jullie natuurlijk dit jaar weer lekker terug te zien. En ik bedank jullie ook voor alle steun en leuke reacties. En ja, ook minder leuke reacties. Maar dankjewel. En we gaan 2016 weer knallen. Toch, lieverd?